De Rotterdammer die kan ons op diverse manieren bereiken. Dat doet hij ook regelmatig, want ja, wij hebben natuurlijk een heleboel producten. Die denken alleen maar aan het paspoort, aan het rijbewijs, aan de huwelijksaangifte. Ja, daar heeft hij ons allemaal voor nodig en wij helpen heel graag. Laten we even een paspoort als voorbeeld nemen. De Rotterdammer die maakt een afspraak. Of via de telefoon meestal, of via de website. Komt binnen bij ons op het moment dat hij een afspraak heeft gemaakt en wordt welkom geheten door een van onze gastheren of gastvrouwen. 9 van de 10 keer heeft de Rotterdammer een afspraakbevestiging en daar staat een code op die communiceert met onze zuil. En die transformeert dat weer naar een andere code, zodat onze baliemedewerker weet van hey, de Rotterdammer is gearriveerd en die mag ik zo gaan helpen. Wij maken gebruik van een klantbegeleidingssysteem. Die zorgt dat de klant zijn nummer op het beeldscherm ziet verschijnen. En op het moment dat dat gebeurt, kan men naar de balie. Door middel van ding-dong wordt diegene opgeroepen en de baliemedewerker gaat helpen. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar kan ik u mee van dienst zijn? Ik kom een paspoort aanvragen. Heb ik een legitimatiebewijs nodig en een pasfoto? Elke specialist, zo mogen we dat wel zeggen, heeft zijn eigen balie. En die mensen worden dagelijks ingeroosterd naar aanleiding van de hoeveelheid afspraken die er binnenkomen. Je merkt dat de ene klant goed voorbereid hier naartoe komt en de andere weer niet. En ja, dat maakt het voor mij heel leuk om dat soort mensen te helpen. We hebben naast dat we natuurlijk aan de balieprocessen hebben, hebben we ook in het achterland processen. Dat gaat automatisch zo in elkaar over, want daar wordt gecheckt, gedubbelcheckt, toegekend. En dat is eigenlijk de laatste stap die genomen wordt om de Rotterdammer van dienst te zijn. En dat maakt ons vak natuurlijk heel erg mensgericht. En daarom hebben wij ook het hospitality-principe zo hoog in ons vaandel staan. Omdat we graag de Rotterdammer willen helpen, zoals we graag zelf geholpen zouden willen worden. De aanvraag is compleet. Het paspoort krijgt u thuis opgestuurd. Dat duurt ongeveer 5 werkdagen. Okay. Deze van mij terug. Wens ik u nog een fijne dag. Yes, dankjewel. Yes. Tot ziens.